gaan. Hier verder zie je de bakken met de stokmaterialen, zal ik maar zeggen. Je hebt achter eerst dus de rioleringsbazen, dan langs de teelaarde, de lava die we gebruiken in borders. Als alternatief voor boomschors om onkruidgroei te beperken. Daarnaast is de afvalbak voor de steenachtige materialen, dat wordt afgevoerd naar de breker. Dan hebben we daar de basaltgrind, de leischilfers, lommelzand die dat ook veel gebruikt wordt voor beharding te maken. De kastelgrind, kasteelgrind, de kleur doet een beetje denken aan dolomiet. Maar het is een licht gesteente eigenlijk dat we meestal in een honingraad leggen en daardoor eigenlijk stabiliseren. Dat je er ook met de fiets kunt overrijden. Dat zijn die witte platen die hier boven liggen. Daar wordt de grind eigenlijk ingestrooid. Dan hebben we de lava die we gebruiken in de moerassen van de vijvers. En dan door verder, dat was nog niet voor de speciaal levering, voor dat nog een restant. We gaan